Leuk dat je kijkt naar ARW Neemt Je Mee. In deze serie van de vakgroep Algemene Rechtswetenschap gaan we in gesprek met tot de verbeelding sprekende juristen. Met in deze week Irene Timmermans. Wie bent u en waar zouden studenten u van kunnen kennen? Mijn naam is Irene Timmermans en ik zit hier in mijn kantoor in Amsterdam van Weeradvocaten. Maar van 2007 tot 2014 heb ik in Groningen rondgelopen. En de studenten die nu op de Unie zitten, die kennen mij waarschijnlijk niet van mijn studententijd. Maar ik geef nog één keer in het jaar het vak personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat is een beetje mijn reunie, dat ik terug ga naar de Unie. En één keer in het jaar is het grote letselschadecongres wat Oldenhuis destijds organiseerde samen met Arvin Kolder. En daar ben ik ook wel vaak te vinden. Dus ik denk dat als je me in het wild wil spotten, dat de momenten zijn dat ik nog in Groningen ben voor werkgerelateerde dingen. U heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Aan welke ervaringen in uw studententijd heeft u het meest gehad in uw werkveld? Een van de mooie ervaringen die ik naast de geweldige tijd in Groningen heb meegemaakt, is ook het uitstapje naar het buitenland. De RUG biedt die mogelijkheid om een uitwisseling te doen met een andere universiteit. En ik heb een half jaar in Zweden gestudeerd, in het pittoreske Uppsala. Een stadje zo'n 100 kilometer boven Stockholm. En ik vond dat echt een waanzinnige ervaring, want je gaat daar naartoe. Niemand kent jou en jij kent nog niemand. Dus je begint eigenlijk even helemaal opnieuw. Je merkt dan dat dingen die je heel vanzelfsprekend vindt en heel logisch zijn, eigenlijk totaal anders gaan in een ander land. Je leeft sowieso in een internationale groep van studenten van over de hele wereld. Maar je volgt natuurlijk ook lessen, colleges aan in dit geval de Zweedse universiteit. En dat gaat er totaal anders aan toe dan aan de RUG. Dus daar gaven de studenten elkaar les en je leerde heel veel presenteren en meer vaardigheden eigenlijk dan kennis. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is wat je in je studententijd kan opdoen. Want je kunt zoveel leren uit studieboeken en als je gaat werken begin je toch eigenlijk een beetje opnieuw, omdat je toch gaat specialiseren en in de praktijk dingen vaak anders gaan. Maar het is wel heel fijn als je weet hoe je de informatie kan vinden, hoe je de juiste mensen kan bereiken, hoe je zelf een verhaal kan vertellen en kan presenteren. Dus dat geeft ook bepaald zelfvertrouwen waar je best wel wat mee kan als je gaat werken in een organisatie met vaak heel veel ervaren oudere mensen. Ja, dus dat kan ik iedereen aanraden om toch eens buiten de landsgrenzen te kijken. Waar zag u uzelf terechtkomen in de tijd dat u eerstejaars rechtenstudent was? Ja, dat is wel een leuke vraag. En dan merk ik dat ik toch al ouder ben geworden, dat je helemaal moet graven van hoe voelde ik me nou eigenlijk toen ik een eerstejaars student was. Maar ik wilde eigenlijk helemaal geen rechten studeren. Want ik had bedacht dat tandheelkunde echt de perfecte studie voor mij zou zijn. Want dan ben je en een beetje ondernemer en je werkt met mensen en je doet iets medisch. Dus dat leek me echt waanzinnig interessant. Kan ik me nu niet zoveel bij voorstellen, maar toen wilde ik dat graag. Maar het werd toch rechten. En ik denk dat ik toch ook een beetje misschien het clichébeeld had als een soort wereldverbeteraar. Wat wel meer rechtenstudenten hebben. En dat werd heel erg aangewakkerd door een van die eerste tripjes met de studentenvereniging Diephuis. Want we gingen toen naar het Vredespaleis in Den Haag. En zo'n tribunaal van dichtbij bekijken. En dat maakte wel wat in me los. En ik dacht, ik ga rechten studeren en ik ga bij een NGO werken. Of bij een mensenrechtenorganisatie. Ik wil daar iets mee doen. En gaandeweg dacht ik, dit is helemaal niks voor mij, dat internationale recht. Voel ik me juist helemaal niet in thuis. Dat is veel te groots en dat gaat over veel te veel abstracte dingen juist. Ik wil het dichterbij zoeken. Ik wil heel graag mensen één op één helpen eigenlijk. En dat is wel wat ik nu meer gevonden heb. Dat ik werk heb waarbij ik direct contact heb met mijn cliënt. Je zit samen aan tafel, je drinkt een kop koffie en er komt een heel persoonlijk verhaal op tafel. En daar ga je mee verder. Dat is waarmee je begint. En niet dat tussen jou en de cliënt misschien drie grote dossierkasten en twee partners staan en allerlei andere organisaties. Ja, dus dat ontdek je dan meer gaandeweg. Ja. Waar komt uw voorliefde voor het recht vandaan? Ja, ik denk dat mijn voorliefde voor het recht toch wel heel erg te maken heeft met hoe wij in Nederland leven. Er is een soort
vanzelfsprekendheid bij heel veel dingen. Je gaat werken in de kroeg als student, je krijgt je salaris en daarmee ga je leuke dingen doen. En toen ik nog studeerde had je nog een lening en een studentenfinanciering, dat is nu natuurlijk heel anders. Maar ja, of je gaat naar het ziekenhuis en je wordt behandeld, er is een ongeval en je bent verzekerd. Maar dat soort vanzelfsprekendheden zijn er omdat er een bepaalde ordening en structuur is in de maatschappij. Omdat we met z'n allen hebben afgesproken dat er regels zijn. Je mag uit eten gaan en je wordt de hele avond bediend en je krijgt de heerlijkste dingen voorgeschoteld. Het is de grootste gewoonte dat je niet wegloopt de ober uitzwaait, maar je gaat betalen je betaalt voor de diensten. En dat vinden we normaal. Maar in heel veel landen is dat natuurlijk helemaal niet zo. En dat fascineert me, dat die structuur aan regels en gewoontes, dat werkt, maar dat het continu in ontwikkeling is. Dus daar is het denk ik mee begonnen. En je wordt tijdens je studierechten natuurlijk helemaal doodgegooid met Montesquieu en de scheiding der machten. En ik vind dat heel bijzonder in Nederland, dat we echt de politiek hebben en het recht, dat aparte zaken zijn. Dat een rechter in Nederland een grote organisatie als Shell op zijn vingers kan tikken en kan zeggen van nou, jullie houden je niet aan de regels en jullie moeten jullie hele bedrijfsvoering aanpassen. Of dat de rechter echt kan bijdragen aan het klimaatprobleem. Terwijl als je naar de VS kijkt, is de rechter zo gekleurd dat abortuswetgeving helemaal overhoop wordt gegooid, afhankelijk van de politieke kleur en het klimaat op dat moment. En die continue beweging van hoe een maatschappij leeft en zich ontwikkelt, dat vind ik gewoon waanzinnig mooi. En als je rechten studeert, dan ben je daar de hele tijd mee bezig. En recht is natuurlijk heel breed, maar ja, je kunt wel de thema's opzoeken die je zelf leuk vindt en daar mee verder gaan. Een onderwerp van deze week is de onrechtmatige daad en schade. Kunt u kort en bondig het verschil uitleggen tussen materiële en immateriële schade? Ja, eigenlijk is dat wat ik bijna dagelijks doe als ik een slachtoffer tegenover me heb zitten die letsel heeft opgelopen. Dat ik dan begin over twee smaken van schadevergoeding eigenlijk die je hebt. En dat is de materiële en de immateriële schade. En in Nederland is het zo dat we geen systeem kennen dat je, als er een onrechtmatige daad gepleegd is, dat je dan als aansprakelijke partij punitive damages moet betalen. Dus dat je een soort bestraffing hebt en een boete moet betalen aan een slachtoffer. Maar je wilt de slachtoffer compenseren voor het letsel. Maar dat heeft twee componenten. Aan de ene kant is er de materiële schade. En dat is eigenlijk alle schade die je met bonnetjes of facturen kan aantonen. Of in ieder geval iets wat het slachtoffer voelt in zijn of haar portemonnee. Echt daadwerkelijke kosten die je misloopt. Bijvoorbeeld als een slachtoffer zijn baan verliest door een ongeval. Ja. En iemand is ZZP'er, ja, dan heb je gelijk verlies aan inkomen. Je wordt niet doorbetaald door een werkgever. Dus dat is materiële schade wat vergoed moet worden. Maar materiële schade is ook de medische kosten. De psycholoog die je moet betalen of de fysiotherapeut. Of het eigen risico van je zorgverzekering. Of de hulpmiddelen die je moet aanschaffen. Die douchestoel of de traplift. En de huishoudster en soms ook de mantelzorg die je betaalt. Dus dat zijn allemaal deelposten die vallen onder materiële schade en die een aansprakelijke partij moet compenseren. Zodat je eigenlijk in de positie wordt teruggebracht alsof het ongeval of de fout er niet was geweest. Maar je wilt het slachtoffer eigenlijk ook compenseren voor immateriële schade. En dat is eigenlijk een compensatie voor de pijn en het leed, echt de gederfde levensvreugde die je als slachtoffer ook ondervindt na een ongeval. En dat is natuurlijk ondoenlijk, want je kunt niet pijn uitdrukken in geld. Maar toch proberen we dat te doen met de schadevergoeding. En dan zoek je eigenlijk naar een passende compensatie. Een bedrag waarmee een slachtoffer toch ook weer iets positiefs in het leven kan doen. En immateriële schadevergoeding, dat heeft een compensatiefunctie, maar het is ook bedoeld als een soort van erkenning en genoegdoening. Dus het speelt ook wel mee wat er gebeurd is, wat voor onrechtmatige daad het is. Is het een verkeersongeval waar eigenlijk niemand wat aan kon doen? Of is het een dodelijke steekpartij, echt een misdrijf? Dus je kijkt wel degelijk ook naar de achtergrond van de zaak. En je kijkt ook heel erg naar het specifieke slachtoffer. Hoe oud is iemand?
Wat voor impact heeft het op iemands leven? Kan iemand zijn hobby's nog doen? Hoeveel leed en hinder ondervindt iemand? En hoe anders is het leven door zo'n ongeval? Ja. Het relativiteitsvereiste wordt als lastig ervaren. Kunt u dit relativiteitsvereiste aan de hand van een voorbeeld kort en bondig uitleggen? Ja, het relativiteitsvereiste, dat is altijd iets lastigs. En zelfs de meest ervaren juristen, die worstelen daar nog mee. En het is altijd voer voor discussie. Maar eigenlijk, ik zie het relativiteitsvereiste eigenlijk altijd als iets wat roet in het eten kan gooien. Als je na een onrechtmatigheid van een aansprakelijke persoon schadevergoeding wil vragen voor een slachtoffer. Want het kan zijn dat de aansprakelijke partij onrechtmatig handelt door een doen of nalaten. En er causaal verband is. Maar een slachtoffer toch met lege handen blijft staan. En dat kan komen door het relativiteitsvereiste. En daarmee wordt bedoeld dat je eigenlijk jezelf vragen stelt over de norm die geschonden is. Eigenlijk kijk je welk doel en welke strekking heeft deze norm eigenlijk. En wie wil je beschermen met die norm? En welke schade valt er onder die norm? En ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld een verkeersongeval. Iemand wordt aangereden door een taxibus. Een omstander staat erbij en kijkt ernaar. Ligt niet zelf onder die auto. Strekt dan het overtreden van zo'n verkeersbepaling ook tot de schade van zo'n toeschouwer? Of is het alleen de persoon die onder de auto ligt? En het is best wel uniek. Het is iets wat we in Nederland kennen in ons rechtssysteem, maar heel veel andere landen niet. En ik dacht altijd van ja, dat is nou zo'n vereiste van de onrechtmatige daad wat je terugleest in het webboek of misschien in je studieboeken. Maar dat komt in de praktijk nooit voor. Er is een arrest van Duwbak Linda uit de jaren 90. Maar ja, dat is dan ook het enige wat je kan bedenken. Maar toch werk ik hier nu een aantal jaar bij Beeradvocaten en hebben een grote zaak aan de hand gehad. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Waarbij het valt of staat met dat relativiteitsvereiste. En dat is de zaak van de schietpartij in Alphen aan de Rijn. De meesten zullen dat wel kennen uit de media. Maar dat ging om een schutter die natuurlijk wild om zich heen schoot. In een winkelcentrum en allerlei mensen verwonden en ook doden. En uiteindelijk ook zichzelf. En wij hebben als kantoor gekeken, kunnen wij de politie daarvoor aansprakelijk stellen? En dat is uiteindelijk een hele uitvoerige procedure bij de rechter geworden, rechtbank, hof en hoge raad. En eigenlijk was de vraag van ja, is de politie aansprakelijk voor het ten onrechte verlenen van een wapenvergunning aan Tristan van der Vee? Terwijl de politie wist van een psychisch verleden van deze schutter. Wordt dan dat individuele belang van die persoon in het winkelcentrum beschermd door het overtreden van de wet wapens en munitie door de politie. En die discussie ging helemaal niet over het overtreden van die wet. Want eigenlijk was de onrechtmatigheid wel vrij snel duidelijk. En ook de rechtbank in eerste aanleg zei al van ja, er is gewoon onrechtmatigheid van de politie hier. Alleen toch bleven de slachtoffers met lege handen staan. En dat kwam omdat de rechtbank zei, ja, die wet wapens en munitie strekt niet tot het beschermen van de individuele vermogensbelangen van al die slachtoffers. Dus niet al die individuele poppetjes die ter plaatse waren. Nee, het doel en de strekking van de wet wapens en munitie is een algemeen veiligheidsbelang van de hele maatschappij. Dus zonder dat je die aparte poppetjes aanwijst. En daar zit bijvoorbeeld achter dat je ook illegale wapenhandel tegen wil gaan. En regels wil maken om een maatschappij veilig in te richten. Op grond daarvan lukte het dus niet om die aansprakelijkheid helemaal rond te krijgen. Dus opeens werd dat een heel praktisch onderwerp. En uiteindelijk, ja, er is een enorme stroom losgekomen in de literatuur van allerlei auteurs die daarover vielen. En uiteindelijk heeft het Hof de aansprakelijkheid aangenomen van de politie en heeft de Hoge Raad dat bevestigd. En heeft de Hoge Raad zelfs nog gezegd, ja, het doel en de strekking van die norm, die strekt zelfs zo ver dat niet alleen letselschade daaronder valt van de getroffenen, maar zelfs de gederfde winst van de winkeliers die op dat moment ter plaatse waren in dat winkelcentrum en die hun klandizie hebben zien teruglopen
door dit schietdrama en daardoor gederfde winst hebben. Dus die zuivere vermogensschade, die heeft de Hoge Raad ook meegenomen en gezegd, dat moet net zo goed worden vergoed als de letselschade. Ja.